Lieneke Leij. En in deze video gaan we een tornado natekenen. Ik zie er al eentje aankomen. Dus ik ga gauw mijn schetsboek pakken. En ja, we gaan gelijk aan de slag. Dit is de tornado zoals we die gaan tekenen. En ik heb al een paar kleine voorschetsjes gemaakt. Zodat je een beetje het idee kan krijgen wat we gaan doen. En we nemen een langwerpige compositie. En wat ik het leukste vind is dan ook wat een huisje erin te maken. En wat van die ploeg voor, zodat we daar wat dynamische bodem krijgen. Dus ik laat even zien wat we gaan maken in het groot. Een langwerpige compositie. En op de voorgrond dus bodem. En het is niet helemaal een recht stuk land, maar ietsje glooiend. Maar wel vrij plat. Met een huisje. En dan is dit mijn perspectivische verdwijnpunt. Dus die ploegvoren, die gaan dan lopen zo uit. Alles naar die... Naar aan de kant. Alles naar dat verdwijnpunt toe. En dan gaat ook naar dat verdwijnpunt toe de bodem van de slurf van de tornado. En wat heel belangrijk is, en wat je ook gaat zien zometeen, is dat we de bovenkant van de lucht heel donker maken. En alles gaat naar dat ene verdwijnpunt toe. Dus de aandacht wordt heel erg getrokken naar één punt. Naar de voet van de slurf. Dus dit is wat we gaan maken. We zullen ze even het grote vel erbij gaan pakken. En dan gaan we aan de slag. Zoals je in het voorschetsje al kon zien, maken we dus eerst de bodem. Het is een lage horizon. En hier is mijn verdwijnpunt waarvan uit ik dan die ploegsneders uit laat waaieren vanuit één verdwijnpunt, een centraal verdwijnpunt. De camera is nog een beetje aan het instellen, maar dat komt zo goed. Dus vanuit dat diepste punt van die grondvlakken, zullen we zeggen, dan laat ik die slurf van die tornado naartoe gaan. En die zet ik heel eenvoudig in. Het is gewoon een kwestie van arceren. En dan met een lichte draaiende beweging gewoon naar de voet van de tornado. Vanuit die tornado zien we ook wat wolken komen. Het is natuurlijk niet alleen maar puur die tornado, maar lucht en aarde. En op die aarde staat dan een klein schuurtje. Boom. En die boom laat ik al helemaal afbuigen richting die tornado, alsof die tornado die boom al op wil gaan slokken. En dan van dat huisje, daar zouden als het ware de dakplaten ook al naar die tornado toe gezogen worden. Voor de bovenkant van de lucht zet ik ook vast lichte arcering in, want die moet straks heel erg donker gaan worden. Wat ik nu dus doe, is gewoon lichtjes aftasten met mijn vulpotlood waar ongeveer de wolken gaan komen, waar ik ze ongeveer wil gaan hebben. Om de horizon een beetje te breken, wil ik er nog een boompje in gaan plaatsen. Ploegsneders, die hebben in het diepste punt een beetje van die kuiltjes, dus die arceer ik gewoon donker in.
ziet dat ik alles heel ruw opzet. Dus je hoeft niet een groot kunstenaar te zijn om dit soort opzet te maken. Het is gewoon een ruwe opzet om alle lijnen alvast goed te krijgen. En al die lijnen wijzen dus richting de voet van die tornado. En daar wil ik straks mijn aandacht naartoe gaan krijgen. Nu ik mijn grove schets heb staan, pak ik een solide grafietstift. En dat werkt stukken sneller. Ik kan nou heel makkelijk grotere vlakken met donkere partijen in gaan zetten. Je kunt dit natuurlijk ook gewoon met een potlood doen, maar dit scheelt een hoop tijd. Langs die tornado op maak ik dan even zo'n scherp randje. Dat ik goed weet wat de slurf is van de tornado en wat mijn omgeving en de lucht is. De bodem geef ik ook heel zacht een beetje grijze tint. Net om dat verschil te krijgen tussen het licht achter de slurf en de bodem zelf. Je ziet dat ik die ploegsnedes nog een beetje extra aanzet. Langzaam maar zeker zul je de tekening steeds donkerder zien worden. Ik pak nu ook 7B potlood. En dan begin ik vast gewoon simpelweg te arceren. 7B potlood is lekker zacht. En dan kan ik dus lekker donker in gaan zetten. Ik zie dat mijn hand het papier niet raakt en ik zoom hier nu een beetje in om even wat aandacht te schenken aan het schuurtje die dus behoorlijk in de problemen is, want die slurf komt eraan. En hier zie je dat de dakbedekking al lichtelijk richting die slurf wordt gezogen. En ik maak gewoon een simpele opening erin. Ik doe er niet heel veel details in. Maar echt wel dat je net kan zien van oké, dat is een schuurtje met een boompje. En dat boompje gaat ook richting die slurf. Die wordt daar als het ware naartoe gezogen. En dus ook dat boompje heeft een probleem. En misschien staan er wat paaltjes. En ook die gaan allemaal richting die slurf. Aan de voet van die slurf, daar wordt de bodem heel erg omgewoeld. Dus daar zet ik heel veel ruwe, een soort van puin wat rondvliegt en stof en deeltjes. Dus dat is ook altijd erg leuk om te doen. En hier zet ik de schaduwkant in van de slurf. Hier heb ik gewoon een papieren tissue gepakt. En daarmee kan ik dus de stof en alle deeltjes en de slurf zelf een lichte waas geven. Die slurf is natuurlijk heel erg in beweging. En door dat een beetje uit te vegen met zo'n papieren tissue, krijg je dus wat meer
een beweegachtige vorm. Terwijl de lucht zich heel donker en scherp moet aftekenen tegen de rest van mijn landschap. Het is wel heel veel arseren, dus een hoop elleboogvet erin steken. Hier zoom ik in weer op de wortels van de boom. Deze boom is nog intact. Het blad is er al wel helemaal afgerukt. En ik maak gewoon dunne takjes die er nog uitsteken. Maar ook deze boom krijgt straks een probleem. En aan de voet, hier zie je een boom die al inmiddels de takken worden er afgescheurd. En die gaan rondvliegen in die tornado. Je kan bijvoorbeeld tussen die ploegvoren wat onkruid tekenen of takjes. Gewoon, ja, dat geeft het een wat boeiender beeld. Dit is mijn gunpotlood. En daarmee kan ik de horizon wat oplichten. Mijn gunpotlood is heel prettig om mee te werken, want je kunt daar ook hele fijne lijntjes mee uittekenen. Het is dus een gum in de vorm van een potlood. En hier zie je bijvoorbeeld hoe ik die slurf van die tornado daarmee wat van die dynamische strepen kan geven. Ook met je handen kun je natuurlijk altijd vegen en doen. Je kunt dan de boel wat bij elkaar trekken en lekker in elkaar over laten gaan. Die lucht is natuurlijk heel erg in beroering. En er zitten nu heel veel soorten tinten grijs. Je ziet steeds meer tinten grijs komen. Dat geeft het echt wel zo'n luchtidee. Nog even wat grassprieten daarbij. En wat extra schaduw bij het schuurtje. Wat rondvliegende takken, dat geeft het wat meer dynamiek. Je ziet dat ik heel grof teken, maar dat doe ik ook expres, want ja, het is natuurlijk een heel grof natuurgeweld. Dus ik wil niet te fijntjes te werk gaan. Je ziet het hier ook in de lucht. Ik heb weer dat 7B-potlood. En dan maak ik gewoon dus allerlei grijs graderingen. Ik druk nu heel hard op mijn potlood. En ik ben altijd, ja, soms wel eens bang dat ik dwars door het papier heen ga. Maar meestal gaat het goed. Als je een beetje stevig papier neemt, een beetje kwaliteit. En een beetje zwaar papier, dan gaat dat wel goed. Langzaam maar zeker zie je nu de tekening steeds donkerder worden. En vooral de bovenkant van de lucht, die wil ik heel zwaar en heel donker hebben. Hier ga ik de bol weer even binden, aan elkaar zetten. De lijnen niet te hard zijn. Een beetje schilderen met potlood, zo kun je het zien. Die buitenste rand van de slurf van de tornado,
Die wil ik extra donker hebben. Ik leg dan ook wel even een papiertje onder mijn hand om het witte gedeelte naast de slurf te sparen. Anders maak ik die vies en smutsig. Dus dan doe ik even een papiertje onder mijn hand. Ik heb mijn gumpotlood nou weer gepakt. Ik wil toch wat lichtere stukjes wolk. Die nog net wat zonlicht pakken en zo. Dat wil ik toch inzetten. Als je op een gegeven moment denkt van nou, deze grijswaarden worden te saai of iets. Dan kun je altijd met een gum of gumpotlood daar wat lichte delen uit tillen. Naast die slurf wil ik het licht-donker effect maximaal hebben. Dus dan pak ik weer wat witte delen terug. Hier heb ik een brede kwast en daarmee kan ik heel makkelijk het gumsel weghalen. Het schuurtje mag wat donkerder worden. Op een gegeven moment als je lucht bijvoorbeeld aardig donker is geworden, dan kun je andere delen weer wat donkerder in moeten zetten. Dus dan doe ik dat. Om de lucht nog wat wilder te laten lijken, trek ik met mijn gumpotlood weer wat wilde lijnen. Zodat die iets meer in beweging lijkt te zijn. Nu nog meer elleboogvet. Extra donker. Dus met dat 7B-potlood ga ik nog een keer over de donkerste delen van de bovenste luchtpartij. Het geeft het een heel dramatisch gevoel. Super dreigend. En dat is precies wat ik wil. Ik teken ook nog wat extra takken die rondvliegen erin. En weer ga ik over het donkerste gedeelte heen. Ik zal hem in gaan zoomen. Tot zover. De tornado. Ik wens jullie heel erg veel plezier hiermee. Het is een verschrikkelijk leuke oefening om te doen. En vooral als je nog niet goed bent met arceren of wat dan ook, dan is dit een perfecte oefening. Heel veel succes ermee en vooral heel veel plezier. En groetjes van Lieneke.